Daar zullen we ons aan houden en hoe we ons verder gaan gedragen gaat u verder weinig aan. De heer Eertmans. Voorzitter, mijn felicitaties. Al in eerste plaats aan de heer Wilders. Het is denk ik inderdaad een historisch feit. Een kabinet dat een grote verantwoordelijkheid draagt voor de rechtse kiezer, denk ik, die hoopt dat er dingen gaan veranderen. En ook snel. Een van die zaken is de asieldwangwet, de spreidingswet. Dat staat glashard in het hoofdlijnakkoord. Die wordt ingetrokken. Nou weten we allemaal, dat is wel iets waar wat spoed bij zit. Want 1 november loopt die vrijwillige fase af. Kan de heer Wilders garanderen dat gemeentes niet zullen worden gedwongen tot asielopvang? Nou, voorzitter, dat is nu aan het kabinet om dat uit te werken. Ik hoor wat u zegt, ook de spoed. We hebben een bepaalde volgordelijkheid in het hoofdlijnenakkoord afgesproken. Na het effectueren van artikel 110, 111 van de Vreemdelingenwet komt die crisiswet. En onderdeel van die crisiswet is dan het intrekken van de dwangwet, zoals ik hem noem. Hoe heet die ook alweer in het echt? De spreidingswet. Maar het kabinet zal nu deze zomer die uitwerking ook moeten geven. En wat mij betreft hoe eerder hoe beter, maar wel zoals afgesproken in het hoofdlijnakkoord. Nogmaals, ik ben goed voor mijn handtekening. Dus op die volgorde zal het gaan. En wat ons betreft natuurlijk, dat geldt voor alles wat over asiel is afgesproken. Meneer Eertmans, hoe sneller, hoe beter. Ja, het is toch een beetje een brei antwoord. Kijk, als er gemeentes zijn die zeggen van kom maar, wij willen een AZC. Nou, dan zou ik me kunnen voorstellen dat minister Faber zegt van nou, dan doen we het. Maar als er nou gemeentes zijn, ik ken er diverse en ik krijg die mails en die krijgt u ook, denk ik. De heer Wilders krijgt ze ook. Van gemeenten die zeggen wij willen het hier niet. Geen AZC erbij. Vlakbij, woonde buurt enzovoorts. Dan is het toch wel logisch dat zij het vertrouwen hebben in de heer Wilders en deze ploeg dat dat AZC er niet komt. Dat is volgens mij wel iets wat we graag horen. En ik vind dat de leider van de grootste partij nu wel mag zeggen. Wij zijn het daarmee eens. Weet u, meneer Eertmans, dat is mijn eerlijke antwoord. Wij houden ons aan de wet. En zolang die dwangwet er is, is die dwangwet er. En zal ook onze minister die dwangwet, die spreidingswet, excuses, moeten uitvoeren. Dus wij zullen ons best doen om zo snel mogelijk conform in het hoofdlijnenakkoord is afgesproken. Artikel 110, 111, de asielcrisiswet, de asielbeslisstop, alles wat erin staat, waaronder de intrekking van, zullen we moeten doen. En nogmaals, wat mij betreft, hoe eerder die vreselijke dwangwet wordt ingetrokken, hoe beter. Maar zolang die wet geldt, geldt die wet. Wij gaan niet tegen geldende wetten in opereren. Dat kan niet, dat zou u ook niet doen. De wet geldt zolang die geldt. En hoe eerder die is afgeschaft, hoe beter. En dan heb je ook meer ruimte. Ik heb een voorstel. Voorzitter, JA21 heeft een wetsvoorstel gemaakt. Een intrekkingsvoorstel om de dwangwet in te trekken. Is het een goed idee als wij dat samen doen, zodat die wet van tafel is voor 1 november? Dan moeten we nog opschieten. Dan hoeven we niet te wachten op die crisiswet die volgens mij te lang gaat duren. Simpelweg omdat per 1 november die vrijwillige fase afloopt en daarna komt er dwang in beeld. En dan hebben we gewoon die wet niet meer nodig. Die moet weg zijn. Dus ik zou hem willen voorstellen, die Wilders, om samen die intrekkingswet zo snel mogelijk in te dienen. De afspraak die we hebben gemaakt als coalitie is dat de intrekking van de dwangwet onderdeel wordt van de crisiswet. Daar ben ik aan gebonden, daar hou ik me aan. Dus ik kan dat op het aanbod nu niet ingaan. Ik kan wel mijn best doen en ik hoop ook dat dat wordt uitgewerkt. Dat die crisiswet, waaronder het intrekken van de dwangwet, zo snel mogelijk het licht zal zien. Maar ik moet me aan die afspraken houden. De Bontebal. Voorzitter, collega Wilders en de PVV hebben de afgelopen jaren veel mensen beledigd en geschoffeerd. En er zijn